bid voor ons, is het meest gehoorde verzoek vanuit de vervolgde kerk. En als ik die vraag hoor, dan denk ik altijd gelijk aan Matthäus 18, waar de Heer Jezus ons oproept en zegt: waar twee mensen eensgezind iets aan mijn Vader vragen, daar gaat Hij er iets mee doen. Samen kunnen we biddend echt iets teweeg brengen. Daarom organiseert Open Doors ieder jaar een nacht van gebed. En dit jaar is dat van 4 op 5 juni. Dan zullen honderden christenen uit Nederland en Vlaanderen samen bidden voor hun vervolgde broers en zussen. Via video's en gebedsboekje maak je dan kennis met christenen uit onder andere Centraal-Azië, Mexico of Noord-Korea. Ondersteun jij de vervolgde kerk dit jaar ook met jouw gebed? Of wil je zelf een nacht van gebed organiseren? Dat kan. Ga dan voor meer informatie naar onze website opendoors.nl/nacht.